We zitten hier met Wim en Eva. Jullie zijn bijzondere mensen, vol van God, hier op de Battle. Amen. En jullie dienen heel erg veel mensen ook, door het pastoraat en door ervoor te zijn. Ja. Kunnen jullie eens vertellen, als eerst even, waarom God zo goed is? Waarom God zo goed is? Nou ja, ten eerste dat wij zelf gered zijn. Dat wij zelf Jezus hebben leren kennen, dat hij zich bekendgemaakt heeft aan ons. En we zitten in een geweldig groeiproces daarin doorheen gekomen. En dat hebben we mogen doorgeven aan een volwassen en aan een jongere. Ja, ja. Hij gaat door. Dat Jezus zijn leven voor mij persoonlijk, want het is voor de hele wereld, maar ook persoonlijk voor mij, heeft afgelegd aan het kruis, heeft willen lijden, sterven. En de dood heeft overwonnen, de machten van de duisternis. Hij is overwinnaar en hij is opgestaan uit de dood. En dat is voor mij een heerlijkheid. Ja. Dat is gewoon na zoveel jaren voor jullie ook nog steeds een wonder, begrijp ik. Ja. We zijn eigenlijk nog steeds verwonderd dat in het proces van afleren en aanleren, dat worden steeds weer dingen worden ons openbaar. Als wij met mensen spreken of in gebed en we leggen soms dingen uit, of we bidden dingen uit, dan denken wij, hoe zit het bij onszelf? Ja. Okay. En dan openbaart God iets in onszelf. Dan mag je daarmee aan de slag. Dus het is nooit één richting verkeer, het is altijd twee kanten. Zowel bij jongeren vinden we prachtig dat zij op die leeftijd al zo vol zich overgeven en willen groeien. En bij volwassenen, het is fantastisch. Ja. Waarom is het zo bijzonder om altijd dat wonder vast te houden van wat Jezus gedaan heeft? Ja, dat is het cruciale punt. Het kruis is ook dit, hè? Is het cruciale punt in de hemel, maar ook op de aarde. Het kruis van Jezus Christus. Paulus zegt zelf, Jezus, ik wil niks anders kennen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja. Anders dan we nog in onze verlorenheid leven, de hele wereld. Ja. En wij erbij. En dat helpt ons, zeg maar, om door zijn onderwijs, door zijn woord, om als discipel van hem ook te leren van hoe kunnen wij hem volgen. En hebben we elke dag zijn woord nodig, zijn Heilige Geest nodig. Want anders zouden we struikelen en van het padje af vallen. Ja. Maar dat is gewoon fantastisch. Nou, en dat willen we ook, wat we zelf ontvangen, ook uitdragen. En door schade en schande word je wijs, zeggen ze wel eens. Maar doordat je in je leven tegen zoveel dingen bent aangelopen. En dat God je daaruit gered heeft door het woord. Als je het woord leest, dan krijg je gewoon antwoord. Dat je denkt, kwartje. Euro. En dan die lessen kun je weer doorgeven aan anderen. Ja. En dat vind ik zo geweldig. Ja, ja. Wow. Mijn eigen stomme dingen, eigen falen te kunnen vertellen en te zeggen van, God zei dit en dat en toen. Ja. Ja, dat zijn levenslessen. Ja. Ik heb handsvaartjes nodig. Ja. Mooi, hè? Ja, geweldig. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid. Ja. Voor ieder die gelooft. Ja. Amen. Ja. Eerst voor de Jood, maar ook voor de heiden. Nou, dat zijn wij. Wij hebben natuurlijk gezien ook, wij zijn in 2009 mochten wij hier het gebedswerk opstarten. Ja. Namens de Battles. Ja. RA is gelijk begonnen, Royal Adventure toen ook gelijk begonnen. Dus voor de jongeren. Opgetrokken. Ja. Dus we zijn heel actief geweest bij de jongeren. We hebben de leiders zien komen, zien groeien, zien begeleiden. En nu zitten we in een fase dat eigenlijk die leiders al zoveel gegroeid zijn, dat ze het gewoon helemaal zelf doen. Ja. De coaches zijn gegroeid van tiener naar leider. Naar coach. En nu worden we nog erbij gevraagd wanneer het nog nodig is in specifieke gevallen. Maar we hebben de hele ontwikkeling bij de jeugd gezien. Het enthousiasme, het doorgeven. Dus daar hebben we een prachtige taak in gehad. Dan gaan we het zo uitgebreid nog verder over hebben ook. Dus als laatste, ik vind het gewoon bijzonder om te zien hoe vol jullie van God zijn. De liefde die jullie uitstralen. Ja. En dat mogen jullie gewoon doorgeven aan de mensen die hier op de camping komen natuurlijk. Ja. Want ondanks dat ze op vakantie zijn, hebben mensen altijd nog wel, kunnen mensen die hulp nog wel gebruiken, denk ik. Juist als ze op vakantie gaan, dan komt alles omhoog. Ja. Echt waar? Dan valt het leven om en heen weg, hè? Ja. De drukte. Dan komen ze in een soort rust en hier proef je de rust. En irritaties en komen dan omhoog. En komen dingen naar boven. Ja. Ja? Ja. Dus dat komt dan als eerste op jullie bordje? Nou ja, ze komen wel. Ja, wat je ziet dus, in het begin van de week, dan is er nog wat afstand.
Maar door de woordverkondiging, door de prediking, door de contacten die de mensen onderling hebben, dan komen de dingen omhoog. En dan sta je voor de keuze. Wil ik dat opruimen? Wil ik dat achterlaten? Ja. Of neem ik het weer mee naar huis? En dan zie je gaandeweg de week dat we drukker krijgen. En ook dat er meer diepere vragen komen. Ja. Ja. Met de jaren is dat steeds intensiever geworden. Ja? Ja. 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 Als ze je gezicht een paar jaar gekend hebben. En weten een beetje hoe je kan reageren met ze. En voor ze kan bidden. Dan hebben ze een stuk vertrouwen in gekregen. Ja. En dan komen ze met steeds diepere dingen aan. Ja. Mm. Ja. Durven ze dan mee bloot te komen. Ja. Het heeft ook te maken met elkaar liggen. Vertrouwen. Is het veilig bij ze? Wat hebben ze te zeggen? Ja. Waar zijn we zelf doorheen gegaan? En dan zie je ook mensen die komen één keer. Je hebt sommige mensen die komen 3-6 keer in die vakantie. En dan komen volgend jaar weer. En later zie je ze zo ontwikkelen. Dan gaan ze zelf in het pastoraat. Gaan ze zelf dan uit. Je ziet gewoon mensen voor je ogen veranderen. In korte of langere tijd. Wow. Ja. En Wim en Eva, vullen jullie elkaar ook goed aan? Ja. Vinden wij wel. Ja. Ja. Eva is zeg maar meer in het sturen van hoe we de vragen stellen. Wat zit erin en hoe pakken we het aan. En Eva is vaak meer van het woord zelf. Je komt met bijbelteksten, je komt met principes aan. En dat vult elkaar aan. Dat is echt... En wat weet u meer van? Van het bemoedigende? Bemoedigende, dingen wel zien van wat er aan de hand is. Dus dat de Heilige Geest me laat zien van, hey, dit kan wel iets zijn wat speelt. En dan heb ik wel eens gedacht, denk ik van, durf ik dat wel te zeggen? Mm-hmm. Durf ik dat wel te zeggen? En dan, soms twijfel ik wel, ik heb wel geleerd, maar ik ga het doen. Ik zeg, nou, ik krijg een gedachte dat dit in je leven kan spelen. Een gedachte, niet wat God zegt. Nou, en dan komt er heel vaak uit, ja, dat is. Ja. Wauw. Of eerst een stuk ontkenning en later toch, je hebt toch wel gelijk. Ja, een voorbeeld. Van, iemand zegt van, nou, ik ga niet vertellen waarvoor ik gebed wil. Laat de Heilige Geest maar het zien aan jou. Ja. Nou, ik zeg maar even binnenkort voor de leiding. En kreeg de gedachte van, dit heeft te maken met jouw zelfbeeld. Die niet in orde is, waar je in verleugend bent. Nou, het was een haak. Ja. Nou, en dan kun je daar verder gaan. En dan vraag je of... Wij zijn ook van dat we zeggen, ze moeten zoveel mogelijk zelf uitbidden. Ja. Wij bidden ook, maar ze moeten zelf bidden, dingen voor Gods troon brengen. Als ze het hier doen, gaan ze het thuis ook eerder doen. Ja, precies. Ja. Wow. Maar dat is ook wat we in de loop van de jaren geleerd hebben. Ja. Eerst deden we voor ze bidden en nu laten we ze meer eerst voorbidden en dan aanvullen of nog iets. Ja. Wat erbij moet. Verantwoordelijkheid daar brengen, waar het thuis hoort. Ja, goed. Want als ze hier weggaan, zijn we er ook niet meer. Nee, dat is wel waar. Ja. Ja. Dus het is ook niet de bedoeling dat ze op ons gaan leunen, even meenemen. Maar wij brengen hier weer Jezus. Bij hem moet je zijn, en die gaat ook met je mee. Mm. Wij kunnen teleurstellen. Wij blijven hier ook, of we gaan naar eigen huis. En dan moet je ook zelf met Jezus verder. Nou ja, dat. Het is ook gewoon belangrijk dat ze in een gemeente worden opgevangen. Ja. Dat daar oudsten zijn of medegelovigen waar ze dingen mee kunnen bespreken. Waar ze mee, en het stuk vertrouwen hebben dat het niet wordt doorgekwakt. Hè? Yes. Dat ze het niet via horen. Ja, precies. Ja. Want is dat, dit stipt misschien ook wel weer de enorme noodzaak aan van... Goede herders ook in het lichaam van Christus. Ja, zeker. Is dat er eigenlijk een gebrek aan of een sterke behoefte, laat ik het zo zeggen? Is dat tekort? Ja, hè? Wel een sterke behoefte ook. Ja, het begint eigenlijk al dat mensen beschadigd zijn, verwond zijn, vanuit kind zijn. Ja. Ouders hebben niet kunnen geven wat je nodig hebt. Kunnen zij niks doen, ze hebben ook niet alles gekregen. Nee. Maar dan heb je wel verwonding. Nou, en als dus de mensen durven komen om die verwonding op tafel te leggen, pijn te delen, of een beschadigingen, nou, dan kan je daar mee aan de slag en daar Gods principes toepassen. Door vergeving te geven, door te bemoedigen, door ze te versterken. Ja. En dan zitten we ook vaak voor een keuze van hoe lang zijn ze hier, wat maken we los en wat kan God deze week doen. Want je kan iets losmaken en ze eigenlijk mee in de pijn weer naar huis te laten gaan. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Nodig. Ja. Of verwijzing naar de eigen gemeente. Of we vragen ze tussendoor om bij ons privé te komen een paar uur. Om dingen uit te bidden of door te spreken.
Zodat... Is dat dan pastoraal of ook wel bevrijding bijvoorbeeld? Of, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wij hebben wel geleerd dat bevrijding ontstaat als je Gods principes kent en ze toepast en gehoorzaam bent naar zijn woord. Juist. Dan komt er eigenlijk al bevrijding. Ja. De waarheid maakt vrij in die zin. Ja, precies. Ja. Gods woord maakt vrij en de duisternis houdt niet van waarheid en van licht en van liefde en van vergeving. Nou, als je dat gaat toepassen, dan kan het niet anders. Dan gaat het gewoon gebeuren. Ja. Wauw. Ja. Nee, want je kan inderdaad soms kan je de neiging inderdaad hebben om het heel erg te verwachten van bevrijding en allerlei wilde diensten die natuurlijk ook hun plek hebben. Ja. Maar dus wat jullie eigenlijk zeggen, het woord van God is al zo'n belangrijke eerste stap, zeg maar. Ja, wij willen eens kijken van, er zijn symptomen in iemands leven. Dan gaan we niet de symptomen spreiden, maar waar komen die symptomen vandaan? Ja. Nou, dan laat de Heilige Geest wel zien, of door een stuk ervaring erbij. En dan ga je die wortel die eronder zit, proberen helemaal uit te trekken. Op een bepaald gebied. Ja. En die gaat eruit, omdat je daar waarheid brengt. En die mensen dat gaan zien, die inzicht krijgen. Ook die principes gaan toepassen. Die zelf vergeven, leugens afleggen. En dan komen ze op dat gebied vrij. Dat zie je. Je ziet gewoon andere mensen ontstaan. Je ziet andere uitstraling, gezichten van andere ogen veranderen. Ja. Ja, dat is prachtig om te zien, of niet? Ja, zeker. Maar soms zie je ook, ben je bezig en denk je, er is niks gebeurd. Nee. En denk van, nou, het was maar gewoon gebed. En dan hoor je een jaar later, van, toen en toen, is er zoveel veranderd. En dan zie je, dat is veranderd. Maar dus, je hoeft niet altijd direct wat te zien. Of soms zie je niks, je spreekt ze niet meer. Nee. Maar laat ook worst, het is voor hen. Ja. Ja. En dan kom je een paar jaar later kom je ze tegen en dan zeggen ze, ja, toen heb je voor me gebeden. Ja. Oh. Ja. En zoveel veranderd. Oh, ja. Geweldig. Prachtig. Ja. Wauw. En dat, jullie zitten natuurlijk hier op de Battle. Ja. 7 weken ook, hè, samen. Acht weken zelfs. En 2 weken mei en 2 weken herfstvakantie. Dus ongelooflijk. Ja. Hey, het aantal, als we het aantal getuigenissen op zouden schrijven, dat zou niet in een boek passen, of wel? Nee, is niet te doen. Nee. En, maar het is ook zo, wij houden geen archief bij. Nee. Wij schrijven ook, als ik iets opschrijf, om iets te onthouden, zeg maar, dan vraag ik altijd, als we klaar zijn, je mag zelf je verleden verscheuren. Ja. En in de vullersbak gooien, want ik wil geen archief. En daarna reinigen we ons, het bloed van Jezus, maken ons vrij, dat we niet meedragen. Ja. Geweldig. Ja. Dat vinden ze het leukste. Iemand wou het ook nog in de fik steken, toen zeiden we, ja, doe maar, in de vuilnisbak. Ging die een zak in de brand? Oh nee, doe maar niet ging meer. Ging onze vuilniszak in de brand. Geweldig, wat super mooi zeg. Ja. Is er nog iets voor de mensen die dit kijken en misschien zelf ook wel met wat dingen rondlopen of denken van ik zou eigenlijk deze mensen ook wel willen spreken? Nou, niet heel Nederland kan jullie spreken. Nee. Hebben jullie misschien nog een woord van wijsheid of een tip die je mee wil geven tot slot? Direct. Lees het woord. Amen. Onder leiding van de Heilige Geest. En wat je leest en je snapt dat, pas je toe. En als je iets niet snapt, zeg van, Heer, ik snap het niet. Doe het ook. Hoe wilt u dat ik ga doen? En we bidden voor dat deze mensen, dat ze de mensen om zich heen krijgen die hun daarbij kunnen helpen. Ja. Prachtig. Ja. Zeg, als mensen met vragen komen, zeg ik meestal van, ga het woord lezen. Ja. Het woord geeft je altijd antwoorden. Antwoord, altijd. Ja. En vooral het, wat wij noemen, oude testament. Ja. De eerste verbond, daar staat alles in. Ja, de eerste vijf boeken van Mozes. Ja. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. De psalmen, de profeten, grote profeten, kleine profeten, een stuk geschiedenis. Maar daar staat alles in. Want alles wat je in het Nieuwe Testament, het tweede verbond eigenlijk, leest, komt uit het eerste verbond. Ja. Jezus legt alleen eruit. Zit er een geschiedenis doorheen. Wow. Maar dat kun je zo vinden. Dus zelf lezen. En dan waar je niet verder kan komen. Omdat je weet niet altijd van als je verwond bent of beschadigd bent. Weet je niet hoe die wonden gaan. Dus je hebt soms mensen even nodig die daar een handje bij helpen. Ja. Nou, daar wil ik ze mee zegenen. Dat gaat gebeuren. Amen. Prachtig. Hopelijk kunnen jullie het nog vele jaren doen. Ja, amen. Amen. Dankjewel Wim en Eva. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.